Musculus tibialis posterior. Metatarsaal. Mortonse neuralgie. Musculus quadriceps femoris. Distale phalang. Retropatellaire chondriopathie. Metatarsophalangeale. Fascitis plantaris. Podotherapie. Bij de opleiding podotherapie staan de mens en zijn voeten centraal. Podotherapie is een beroep die zich gespecialiseerd heeft in het onderzoeken, behandelen en voorkomen van klachten vanaf de rug, heup, knie, enkel en voet, die je kunnen belemmeren in je dagelijkse functioneren. Van kleine kindjes die net gaan lopen, tot ouderen die bijna niet meer lopen en alles wat daartussenin zit, dat kan bij je binnenkomen. En dus ook eigenlijk alle soorten klachten die daarmee gepaard gaan. Wat we zien is dat wij in onze praktijk eigenlijk vrij divers bezig zijn. We hebben patiënten die met spierproblemen komen, gewrichtsproblemen, bepaalde aandoeningen. We luisteren goed naar de patiënt wat de klacht is. Waar komen ze mee? Waar zitten ze mee? We horen dat aan. We proberen dan al enigszins een bepaalde differentiaaldiagnose in ons hoofd te hebben van waar moeten we op letten? Waar ligt onze focus? Aan de hand van therapie kunnen wij een zolenplan maken of een siliconorthese vervaardigen of een viltherapie of een andere therapie in gang zetten. Dat vraagt flink wat studeren en oefenen in de praktijk om alle kennis en vaardigheden te leren. In het eerste jaar en het tweede jaar heb je heel veel theoretische vakken. Je volgt dan bijvoorbeeld fysiologie, anatomie, pathologie en biomechanica. En je hebt dan ook praktijklessen, daarin doe je de theorie toepassen. Je oefent dan op elkaar of op jezelf, op medestudenten of op echte patiënten. Ik verwacht van studenten een professionele houding. Dat wil zeggen dat ze een stukje zelfstandigheid moeten beheersen, graag met mensen willen werken, ze zorgzaam zijn, ze hun kennis en vaardigheden graag in praktijk willen brengen. Maar daarnaast zijn wij een zeer kleine opleiding. Dus ik kan op die manier al meteen het persoonlijk contact maken, dat als ze zelfstandig gaan oefenen, dat ze mij eens af en toe even naar binnen trekken en vragen van, nou, kijk nog eens even mee. Nou, in het derde en vierde jaar neem je deel aan de profilering en ga je een minor doorlopen. En dan loop je een half jaar stage, waarbij het verwacht wordt dat je eigenlijk de podotherapeutische handelingen eigenlijk al wel geheel kan uitvoeren. In de tweede helft van het vierde jaar ga je afstuderen. Allemaal goed? De docenten zijn hoog opgeleide mensen uit het vak. Ze hebben praktijkervaring of werken mee aan betekenisvolle praktijkgerichte onderzoeken bij Fontis. We signaleren actualiteiten in de zorg en betrekken onze studenten bij vernieuwingen. Nou, we zijn hier nu in het Explore Lab. We proberen hier eigenlijk studenten na te laten denken over nieuwe topics in de zorg. Dus we gaan aan de slag met allerlei testopstellingen om die ideeën verder uit te werken. We proberen juist niet meer zo in de hokjes van aparte studierichtingen na te denken, maar al die groepen bij elkaar te laten komen om samen goede zorg te verlenen. Zo deel je jouw expertise en krijg je ook kennis van de andere paramedische disciplines. En dat sluit weer goed aan op de dynamische dagelijkse praktijk. Ook wij passen dat toe. Wij hebben dat zowel met huisartsen, sportartsen, maar ook met fysiotherapeuten zoals jullie hier zien. Wij kunnen niet alles alleen als podotherapeut en samenwerking in de zorg is daardoor erg belangrijk. Dus we willen studenten al voorbereiden op dat werkveld door ze nu al bij elkaar te zetten en samen aan projecten te laten werken. Dus op die manier gaan ze de taal spreken en ze krijgen ook weer nieuwe inzichten door kennisdeling. Fontis investeert voortdurend in haar onderwijs. Voor studenten, maar ook voor zorgprofessionals en organisaties. Een kennisinstelling voor de zorg voor morgen. Waarin jij met jouw persoonlijke ambities je ontwikkelt tot een vakkundig podotherapeut en allround zorgprofessional. Daarbij is het gewoon heel erg fijn om mensen te kunnen helpen. Ik heb door middel van een behandeling heb ik mensen kunnen helpen. En die mensen die lopen nou klachtenvrij weer rond. En dat is eigenlijk wel een groot pluspunt. Fontis. Denk groter.